Ik kom met mijn klein nagel, weet je, echt niet rond. De kosten blijven maar stijgen en steeds meer mensen komen daardoor in de knel. Hier in Rotterdam proberen ze mensen zo goed als mogelijk daarbij te helpen. Villa Vonk is een bewonersorganisatie in een huis van de wijk die een aantal spreekuren per week organiseert waar kwetsbaren in de samenleving terecht kunnen voor hulp bij administratieve formulieren en papieren invullen. Met energietoeslagen, met voedselbankaanvragen, lastige formulieren voor mensen. Hoi Lilian, hallo. Hoi Lilian, hoi hoi. Wat zijn jullie aan het invullen? Ja, zij heeft een mailtje gekregen van de voetbalvereniging Vader en Zoon. En dan moet zij die betalen. Vroeger kwamen daar dan 4-5 mensen op een ochtend, 2 ochtenden in de week. En nu is het gewoon 5 dagen per week loopt de vloer plat. Mensen van 72 die binnenlopen met bibberende handen en dikke tranen met brieven dat ze afgesloten gaan worden van gas en elektra. Weet je, als je in de winkel komt, nou, je moet echt gaan kijken, shoppen voor de kleine dingen die goedkoper zijn, weet je wel. Ik kom met mijn kleine nagel, weet je, echt niet rond. We hebben bewoners die in de slechtste geïsoleerde woningen wonen, die ontkomen het niet om hogere kosten te gaan betalen. Je kunt wel zeggen van we gaan minder stoken, maar als het koud wordt, gaan je ramen bevriezen. Dus je moet stoken. Er wordt dan gezegd van we sluiten geen mensen af. Nou, dat is niet wat wij zien. Wij zien dat ze wel degelijk afgesloten worden. Iedereen mag hier douchen. Dus als jij hier 's avonds met je kind in de kleedkamer van de sporthal wil gaan douchen, dan zeggen we op dit moment van nou, dat is prima. Dit is de Gouden Roeispa en dat is een prijs die wij hebben voor mensen die tegen de stroom inroeien en die daarmee iets heel bijzonders doen en iets heel waardevols doen voor heel veel andere mensen. En nu wil ik heel graag aan jou veranderen. Ja, leuk. Alleen hij is eigenlijk voor de dames die hier de hele week zitten. Ik begeleid misschien dit project, maar de credits gaan wel naar de meiden en de bewoners die hier andere bewoners helpen om hoofd boven water te halen. Is er om je kapot te schamen? Nederland, een van de rijkste landen ter wereld, steeds meer mensen leven in armoede. Terwijl het goed gaat met de economie, de overheid miljarden extra binnenkrijgt en grote bedrijven gigantische winsten maken. De kosten moeten dus nu omlaag. Vind je dat ook? Doe dan met ons mee en ga naar sp.nl.